dagelijkse werk, maar met deze sport zien we hem één keer per jaar nog voorbij komen. En dat is dan op de wedstrijd hier van Zwalburen. Nieuwe high-low in de versnellingsbak, want die lag de vorige wedstrijd aan de buitenkant van de bak. Dat was niet goed. Het is voldoende, meneer. Ja. We gaan zo beginnen met de skeltentrek. Diegene die er is, die nog niet heeft opgegeven, je kunt je nog aanmelden, moet je snel zijn. Vlakbij de witte biertent aan de achterzijde tegen de schuur aan. Daar is de skeltentrekbaan voor de kinderen tot en met een... En optoeren met de 44-30 John Deere. Doen wij vandaag met Hendrik Jelzel. Volgende deelnemer wordt dan de 12-46 hinder van 10 van Rechteren. Op de bot, Captain Jack Sparrow, oftewel Luid Geerlis. In deze 5,5 ton. Dan gaan we eens even kijken hoe ver Harry gaat komen. Gisteravond nog in actie gezien op de Volvo van Henk Dijk. En nou op de trekker van broer Henk. De groene vlag. Dat betekent dat we kunnen gaan optoeren. Dan gaan we kijken hoe ver wij komen met de mederun voor seizoen 2014. Geert Bos op de bok van de Explodeer. Omdat ze het zo gezellig vinden altijd hier. De Passion for Power krijgt de groene vlag. Dat betekent dat we gaan optoeren op zoek naar de Poepoe met Jan Rozenman. Thank you.
Nou, als hij goed bent dan, hè, de handbediening. Nou, blijft de gas handel. Voor de tweede keer aangehaakt in deze 5,5. Tom Klaassen met ook de groene vlag bij KDL. Dat betekent dat we gaan opdoen. Op zoek naar de voetbal door met Harry Ridder. Van de 44-30 de shot weer met Hendrik Jan Zijlstra. Nee, die volgt er inderdaad niet. Hendrik Jan Zijlstra op 95 meter in der. Die neerzet 87 meter 42. En loopt er als groen vaart. En los. En die komt er al op. Nou. Ja hoor, 92. En dan doen we die over die 92, 94, 94, 94. En hij blijft steken op 87 meter.